mij geïnspireerd heeft, is mijn oude liefde voor Diana. Toen zij ging trouwen was ik 8. En toen zat ik echt voor de buis gekluisterd, ademloos, naar dat prachtige meisje in die witte jurk te kijken. En vanaf dat moment was ik echt een grote fan. En nu kwam het terug omdat zij zo'n, ja, toch heel dramatisch personage is. En dat is eigenlijk toen ik er met haar meer in ging verdiepen. Toen realiseerde ik me eigenlijk pas wat een heftig verhaal het was. En wat een constellatie dat was voordat zij ging trouwen met hem. En wat er toen allemaal gebeurde. Dus toen werd het eigenlijk allemaal nog meer en nog groter dan ik eigenlijk dacht. Jurken die je herinneren aan avonden die wegmogen. Delen uit je leven die je wilt vergeten. Paars. Met kant afgezette haute couture. Ik vind het juist zo leuk om het helemaal niet oppervlakkig te benaderen. En juist de hele achterkant te laten zien. En de contrasten in haar leven te laten zien. En wat het is om... dat ze bijvoorbeeld haar eerste bulimia aanval had net voor de dag voordat ze ging trouwen. Nou, dat is toch ongelooflijk dat je... Wij allemaal naar het huwelijk hebben zitten kijken. En dat zij de avond daarvoor een bulimia aanval had. And I remember the first time I made myself sick. I was so thrilled. Because I thought, right, this was the release of tension. I was sick as a parrot at night. Delen in mijn fascinatie en wat een ontzettend grote stap het is van een kinderklas naar Buckingham Palace. Dit is zo'n goed voorbeeld van iemand die het allemaal had. En ja, als het van binnen niet goed zit en als je van binnen niet gelukkig bent, dan maakt het echt allemaal niks uit hoe de buitenkant ervoor staat. Dat begrijp je zo goed. Je wilde gewoon. Your candles burned out long before your legend ever will.